Na 11 seizoenen doelpunten maken in de Nederlandse competitie vond Danny Koevermans het tijd voor een buitenlandse avontuur. Dat heeft hij nu in Canada bij Toronto FC. Al is de spits geblesseerd en loopt het herstel op schema. Ja, dat gaat volgens mij zoals het hoort te gaan. Natuurlijk kruisband gescheurd, inmiddels 4 maanden na de operatie. En je zit in de fase van dat het dus stabiliteit getraind moet worden en nog steeds krachttraining. En ik hoop binnenkort weer een balletje aan te raken. Zoals hij dat ook in 2007 begon te doen bij PSV. Koevermans, knappe actie. Wat een goal van Danny Koevermans. En wat een manier om thuis de buurt op te luisteren. Geweldig doelpunt. En zo doet hij dat ook in Canada. Ook daar maakt Danny Koevermans gewoon zijn doelpunten. Oh, what a defensive play by Moreno. It's still in and scores. Who else? Danny Koevermans scores again. Het is gewoon een hele zware competitie om in te spelen met heel veel reistijd. En het is heel fysiek allemaal in die competitie. En ik denk niet dat als er een team uit de MLS hier in de Eredivisie zou spelen, dat die zouden bijvoorbeeld zouden degraderen of zo. Dat geloof ik absoluut niet. Dus moet je dan denken, zeg maar, vanaf plek tussen plek 6 en 12 of zo hier in de Eredivisie, is dat een beetje niveau? Zonder daar een waardeoordeel aan te hechten? Het is moeilijk om te zeggen. Je zou het zelf eigenlijk moeten ervaren om daar te spelen in die competitie, in thuis- en uitwedstrijden. Ja, het is gewoon veel meer fysiek dan dat het hier is. Tactisch, dat gaat ook wel komen allemaal. Maar het is gewoon 90 minuten gaan en buffelen, rennen, beuken. Dat is het idee. Hoewel je daar ook gewoon echt goed voetballende ploeg hebt, met hele goede spelers. Maar ja, dat is iets minder bekend hier. Maar er zijn echt zat technisch heel vaardige spelers die makkelijk in Europa kunnen spelen. Hoogtepunt ongetwijfeld voor Danny Koevermans bij PSV was de landstitel in 2008. Nadat hij hem een jaar eerder gemist had met AZ op de laatste speeldag. Als het aan Koevermans ligt, keren die feestbeelden nu in het voorjaar weer terug bij PSV. Want hij hoopt dat PSV de kampioen wordt van het seizoen 2012-2013. Ik volg alles via een appje van Eredivisie Live. Dus alle doelpunten en samenvattingjes van 5, 6 minuten komen allemaal langs. Dus het is leuk om te volgen vanaf de buitenkant. En ja, zoals het nu staat, hoop ik dat het over 18 wedstrijden, 17 wedstrijden, dat het nog steeds zo is. Want dit is wel een goede tussenstand zoals het nu staat.